veld en de start is gevallen. Start valt en het is Ichiro Okina aan de binnenkant die heel goed weg is. En wie ook heel goed weg is, en dat is heel opvallend, is Espresso Doppio. Espresso Doppio ligt al op plaats 4. Zo goed is hij nog nooit gestart. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding in handen van de 3 en dat is Ichiro Okina. Daarachter op de tweede plaats volgt Hermione de Zapres. En daarachter komt aan de buitenkant nu naar voren Espresso Doppio. Passeert op dit moment Hitman. Daarachter volgt aan de relingzijde Fast and Rock. Achter Fast and Rock de trainingsgenoot, dat is Eternal de Zee. En dit is de hekkensluiter op dit moment, dat is El Greco. Paarden komen voor de tribune langs. En als we straks de finish passeren, hebben we nog 2 ronden te gaan. En Krebas ziet nu al Espresso Doppio naast zich opduiken. 15 rond de eerste 500 meter. En dan weet hij dat hij maar beter over kan geven. Heeft hij een hele fijne gangmaker aan. En Espresso Doppio neemt nu de leiding over en pakt gelijk 1,5 lengte. Tweede plaats daarachter is voor Ichiro Okina. Dan valt er een klein gaatje naar plek 3. Dat is Hermione de Zapres, ook in de kleuren van PD. En daarachter Hitman. Achter Hitman volgt dan Fast and Rock. Achter Fast and Rock Eternal de Zee. En daarachter gaat nu naar het tweede spoor El Greco. El Greco gaat naar voren. Doet hij vanuit de staart van het veld. Hij moet op dit moment nog 6 paarden voorbij en nu nog 5. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. En komt ook de volgende tussentijd op de klokken. En weer een 15 tijd, 15-6. Veel tempo in de koers en dat wordt gemaakt door Espresso Doppio. Espresso Doppio, de enige die hem bij kan houden is Ichiro Okina. Galoppaard in derde positie van Hermione de Zapres. En die raakt daardoor kansloos. Uitgeschakeld nummer 5 galop. Hitman daardoor nu op de derde plaats. Aan de buitenkant El Greco vierde. Vijfde aan de relingzijde is Fast and Rock. En naast hem komt Eternal de Zee. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. En Jonge Jans helemaal in control op dit moment met nog een ruime kilometer te gaan. Het is Espresso Doppio die leidt. Vlak achter hem is het Ichiro Okina. Krebas kijkt een paar keer achterom en zou die er dan uitgaan? Ik denk het haast niet. 19-4 de tussentijd. El Greco is het opkomende paard. Daarachter Hitman aan de binnenkant. Buitenkant die Tunnel der Zee. En ook de Puit zit klaar om naar het tweede spoor te wisselen met Fast and Rock. Dan kan hij achter zijn trainingsgenoot aan. En zo gaan de paarden de rechterbocht in. Dat is de Z-Turf bocht. En Espresso Doppio gaat heel makkelijk. Espresso Doppio, daarachter Ichiro Okina, buitenkant El Greco. Daarachter volgt aan de relingzijde Hitman. Krijgt aan de buitenzijde nu naast zich en gaat hem ook lichtjes voorbij. Eternal de Zee en daarachter ook naar het tweede spoor gegaan, Fast and Rock. Hitman heeft het wat moeilijk aan de overzijde en het tempo is weer duidelijk omhoog gegaan met aan de leiding Espresso Doppio. 17-3 de tussentijd en ze gaan op weg naar de laatste bocht. Laatste 500 meter en Espresso Doppio lijkt nog wel wat in de tank te hebben. Espresso Doppio wordt gevolgd door Ichiro Okina. El Greco aan de buitenkant ligt er vlakbij en daarachter Eternal de Zee. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Nog altijd Espresso Doppio. Lekker rijden hoor, als je er zo achter zit als Jonge Jans. Hij hoeft alleen maar te kijken wat er achter hem gebeurt. En hij maakt zich helemaal geen zorgen. Komt als eerste in de laatste rechte lijn. En dat is Espresso Doppio met 1,5-2 lengte. Daarachter op plek 2 Ichiro Okina. En die is in de strijd met El Greco om plek 2. Maar de winnaar die staat wel vast. Dat is Espresso Doppio. Hij won hem eigenlijk al aan de start. Zijn beste start ooit. Laatste 500 meter in 1:16:1. En met de handen vol komt hij binnen. Espresso Doppio de winnaar. Tweede plaats is voor El Greco. En de derde plaats daarachter voor Ichiro Okina. 16-5 voor de winnaar.